Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar mijn Hoepen YouTube kanaal. Toen ik dit zat voor te bereiden en spullen zat te pakken, dacht ik echt van, oh, ik ga het in het Engels proberen. En ik begin en ik ga gewoon Nederlands praten. Dus ik ga gewoon Nederlands praten. Geen idee. We gaan nieuwe make-up uitproberen. Niet nieuw op de markt, maar ja, sommige dingen wel. Maar nieuw voor mij. De dingen die ik nog nooit heb geprobeerd. En ik kijk hier rond en ik denk, ik moet echt even een uurtje gaan besteden aan het opruimen van mijn kaptafel. Ik heb de Conceal & Glow van The Revolution. Nu even één pompje. Over het algemeen vind ik dat meer dan genoeg. Ik heb geen idee waar deze spons van is. Ik kan het horen. Maar hij is... Ik heb hem nat gemaakt. En hij is nog steeds hard. Ik ga iets meer doen. Want ik zie dat dit een hele lichte dekking geeft. En op zich ben ik daar wel van, maar het mag wel iets meer dan dit, zeg maar. Ik heb het gevoel dat ik mezelf een hersenschudding sla. Oké, ik heb in 2 weken tijd de hele serie van Downton Abbey afgekeken en de film. Dus nu moet ik naar de bioscoop voor de nieuwe film. Ik ben gewend dat met mijn spons van Boozy Shop, dat ik een beetje zo kan, ja, wat is het? Het is een soort veeg, druk en veeg zo. Maar dat kan met deze dus niet, omdat deze gewoon te hard is. Oké, dit is een lichte dekking. Maar wel mooi dewy. Ik heb er geen primer onder zitten. Ik denk dat ik deze spons weggooi. Ik vind hem niet zo fijn. Ja, lichte dekking. Kijk maar hier, zo zie je nog de roodheden. Ja, weet je, dat blijft toch een beetje. Ik vind het wel een mooie foundation. Hij geeft een lichte glans. Het is niet zo glowy als ik had verwacht. Ik heb ook, ik wou het zeggen, ik heb geen primer op behalve de Elf Pore Primer, een beetje hier. Heel onlogisch. Oké, ik ben geen make-up artist. Dat weten we inmiddels wel. Ik doe maar wat. Ik ga dit matteren. Waarom doe je dat? Nou, ik heb nog geen concealer op gedaan, hè? Nee. Ik had wel een corrector op, dus ik vind het wel goed zo. Waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat? Het is niet omdat ik van een mat gezicht hou. Ik vind een dewy gezicht best prima. Maar het moet niet zweterig zijn. Als je wat dikker bent, dan wordt heel gauw verwacht dat je altijd zweet. Zo. En ik hou van, als ik mijn gezicht aanraak, dat het droog is. Dit was de make-up studio poeder. Dat mijn gezicht droog is. Ik ga dan even met de setting spray van Maximore. En dan kan het even... Dan lijkt het weer minder poederig. Nou, dit is helemaal een beetje nat.
Oké, ik had dus een concealer. Zal ik dat doen? Zal ik dat doen? Nee, dat doe ik niet. Deze heb ik geprobeerd, dus die gaat naar die kant. Downton Abbey. Ja, hartstikke leuk. Ik doe dit omdat ik niet heel zweterig wil lijken. Ik wil wel gezond en dewy lijken, maar niet heel zweterig. En ik hou niet van een plakkerig gevoel, voornamelijk hier. Ik wil niet mensen tegenkomen dat je 3 kussen geeft en dat je ongeveer blijft plakken. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat wil ik gewoon niet. Nou, dat. Ik heb van Revolution de Mega Bronzer in Cool. Ja, een beetje. Deze kwam gebroken. Weet je, ook voor een bronzer. Ik hou gewoon niet van overdadig make-up. Maar ik wilde wel graag polished uitzien. Zo. Heel klein beetje kleur in mijn gezicht. Ja. Ja. Voor blush. Heb ik 3 nieuwe Colourpop dingen. En ik ga even mijn bril opzetten. Dat is misschien makkelijk. Dan heb ik de Super Shock Cheek in de kleur Birthday Suit. Ik haal ze gelijk nu uit de doosjes. Die gooi ik weg. Dat is deze. Dan heb ik de Super Shock Cheek in de kleur No Way. Zelf uitgezocht, maar. Die is dan in een soort roze doosje. Oh, die met een glimmertje. Doe we ernaast zo. Oh, die heeft wel iets meer pigment, zie je dat? En ik heb de Colourpop Pressed Powder Blush. In de kleur Flirt Alert. Is dat dan de kleur? Deze. Oké, hartstikke leuk. Maar het gaat echt voor geen meter open. Heel natuurlijk. Even mijn handen afvegen. Ik heb een nat doekje. Dan kan ik dit gelijk afvegen. Zo. Wat gaan we doen? Zullen we de glowy ding doen? Want we zijn nu toch met een glowy look bezig. Die andere twee die kunnen opgeruimd worden. Deze. Ik heb daar mijn spiegel staan. Oh ja. Ja, je ziet het wel. Hier dacht ik heel even van. Dit. Ik zie niks. Maar je ziet het wel. Heel glowy. Heel glowy.
Even. Iets te. Maar het verandert wel weer. Oké. Ja. De reden waarom ik bij Colourpop heb besteld was de Winnie de Pooh collectie. Ik ben dol op Winnie de Pooh. Is moet je ook alles Pooh. Ik ben 49 jaar. Ik kan bij wijze van spreken mijn slaapkamer inrichten met poebehang. Ik vind het geweldig. Op neer, nog een keer, doe ik met een doel. Op neer, nog een keer voor een hongerig gevoel. Nou ja, als je het kent, dan ken je het. If you know, you know, zeggen ze dan, hè? Oké. Poe. Bij eentje hou ik het doosje eromheen. Poe. Heel eerlijk. Dit zijn niet mijn kleurhighlighters. Ik denk dat ik ze eerder zou gebruiken als oogschaduw. Ik denk dat dit de meest gangbare is en ja, deze niet. Dus dan hou ik die even in het doosje. Dan hoef ik het doosje ook niet te vaak open en dicht te doen. Ja, dit is de lichtste, dus die zou ik gebruiken als highlighter, zeg maar. Dat gaan we nu ook doen. Maar ja, de rest, weet je, zijn niet mijn kleuren. Maar ik heb ze gekocht omdat het Winnie de Pooh is. Had ik er dan beter één kunnen kopen? Ja. Heb ik dat gedaan? Nee. Ja, het geeft nog steeds een beetje een gouden shift. Deze valt echt wel mee. Deze is echt, je ziet het hier zo, hè. Deze is echt, echt wel mooi. Wat ik zeg, die andere zal ik gaan gebruiken. Voornamelijk denk ik als oogschaduw. Over oogschaduw gesproken. Ik heb van Colourpop het matte Gone Matte palet gekocht. Nou ja, de buitenkant, de kleur is al helemaal mijn ding. Er zit geen spiegel in. En dan is dit allemaal mat. Ja, weet je, ik hou ervan. Ik kan er niks aan doen. Ik hou ervan. We gaan een simpele ooglook maken, want ik maak nooit ingewikkelde ooglooken. En ik kan altijd vol verbazing kijken, bijvoorbeeld naar Nicky Raven, kennen jullie die? Die is ook hier gewoon op YouTube en die heeft altijd hele kleurige, mooie ogen. En dat vind ik altijd wauw, maar dat is niet mijn ding. Oké, ik ga beginnen met de kleur Duvet It. Oké. Ik heb overhangende oogleden, dus ik maak een crease. Dit is niet mijn echte. En dan kijk ik gewoon recht in de spiegel en dan doe ik het gewoon net boven het bewegend ooglid, dat je dat nog een beetje ziet, zeg maar.
En omdat ik een beetje een model spleetoogje heb, hou ik het rond in de hoop dat dan mijn ogen iets groter lijken. Niet te veel winged out, want ik heb al een model winged out ogen. Dus ook altijd tegen me gezegd of ik iets Aziatisch heb, want ik heb een beetje een model. Nou goed. Ik heb ook niet hele grote ogen, wel blauw. Nou ja, dat was wel duidelijk, denk ik. Zo, even schoonmaken. Ik ga nog één lichte kleur op het ooglid doen. En dat is het dan, hè? En dan doe ik de kleur daarnaast. En die heet... Even kijken. You're a Faux. Het is wel een beetje poederig. Het geeft een beetje kickback, zeg maar. Dat vind ik niet erg, hoor. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat wel een probleem vinden. Als je overhangende oogleden hebt, heb ik geleerd, dan moet je dit deel, wat je dus eigenlijk niet ziet, zo licht mogelijk houden. Want lichte dingen, zijn ze met contouren, lichte dingen zeg maar vangen de aandacht en donkere dingen geven een schaduw. Zo. Dit vind ik genoeg voor elke dag. Een kleurtje, zeg maar in de crease of in mijn gemaakte crease. En een licht kleurtje op de... Wat ik wel ga doen is een... Mijn bril opzetten. Dit is de Revolution Pro Visionary Gel Eyeliner in Burgundy. En daar hou ik dan wel van om een beetje... rood terug te brengen. Want... dat kleurt heel mooi met mijn blauwe ogen. En ja, ik trek aan mijn ooglid. Een gewoon heel dun lijntje. Niet te rood, want dan lijkt het of je gejankt hebt. Even kijken of ik dit goed kan smutsen. Aan de onderkant. Zeker wel. Zeker wel. Dan heb je ineens hele blauwe ogen. Oh ja, ik ga eerst even mijn wenkbrauw doen. Dan heb ik die van Catrice, de Volume en Lift. Dan kom ik altijd een beetje tegen de haartjes in. En dan gewoon in model. Straks ga ik de uiteindes nog bijkleuren. Want die zijn altijd een beetje... Ik heb daar gewoon niet zoveel haar. Kijk, hier vind ik het allemaal prima. De uiteindes die komen straks wel eventjes. Dan heb ik van Colourpop ook nog de Lippy Pencil in de kleur BFF. Is dat de kleur BFF?
Het staat er niet op. BFF. Ja. Dat is een beetje een nude-achtig potloodje. Heel creamy. Je kan hem niet draaien. Je moet hem echt slijpen. Er zit redelijk wat pigment op. Ik smus het altijd een beetje. Ja, dat krijg je ervan, hè. De bedoeling is niet dat je daarover lijnt, zeg maar. Nee. Zo. En dan had ik... ik heb een aantal... ik heb de blotted lip. Ik ga even mijn bril doen. In de kleur... Super Mellow. En hiervan moet ik echt zeggen... Wat een crappy verpakking. Serieus. Dit is het goedkoopste plastic van het goedkoopste plastic. Ik begrijp er niks van. Het is wel een hele mooie kleur. Maar wat een crappy verpakking. Dan heb ik de Glowing Lip in de kleur Cockatoo. Dezelfde crappy verpakking. Oh, die voelt wel iets steviger als die blotted lip. Dat is die roze. En die gaan we doen vandaag. Even zo. Het geeft inderdaad... Een glowy lip. Het is niet heel roze. Het lijkt een beetje op mijn lip, maar beter kleurtje. Ik vind het wel een mooie kleur. Dan heb ik nog verder een color stick. Dit is de kleur Daydate. Deze. Dit is volgens mij ook gewoon een lippenpenseel. Heel klein. En dan heb ik nog een Super Shock Cheek poeder. Waar maak je dat dan open? Je scheurt vervolgens gewoon de verpakking open. Ik zie dat de kleur meer peachy lijkt. Dit is ook crappy verpakking. Sorry. Weet je waar de verpakking me aan doet denken? Dat is wel een hele mooie poeder. Even kijken, even hier doen. Het is een soort highlighter. De verpakking doet me een beetje denken aan Wet n Wild. Terwijl ik heb die Super Shock dingen, die zijn prima. Dat is gewoon kunststof en dat is gewoon prima. Gewoon plastic. Maar, hè? Maar die lippy sticks, voornamelijk die bruine, dat vind ik echt dat je denkt... Waarom? Goed.
Waarom? Wat ik zei, hij zint echt meer roze dan op camera. Op camera lijkt hij een beetje peach en dat is hij niet. Ik ga heel even de eindjes van mijn wenkbrauwen doen. Goh, ik zie dat ik ze moet plukken een beetje. Hier zit een groot gat, dus dat doe ik dan even weg. Zo. Meer doe ik er gewoon niet aan. Dan ga ik een mascaraatje opdoen. Even. Kijk, dit is jammer. Zie je dit? Dat het potlood heeft gesmutst. Misschien moet ik hem ook uitvegen. Er zit namelijk een smutser aan. Maar die is wel heel hard. En dat vind ik bij de Chanel potloden ook niet fijn hoor, die smutser. Dan heb ik hier de volume mascara van Catrice. Pure Volume. Ja, Pure Volume van Catrice. Waterproof. Met ricinusolie en amandelolie. Deze is niet nieuw. Deze is van de afgelopen voorjaarscollectie. Maar goed, ik dacht ik ga hem gebruiken, want ik heb hem nog liggen. Nou, hij geeft wel volume hoor. Hij maakt in ieder geval in één keer dat je ziet dat je iets gedaan hebt. Ik ga... Oh! Jeetje, jullie gaan helemaal scheef. Ik wou even een vergrootdingetje doen. Het is een beetje een dunnere formule, vind ik. Het is niet zo'n groot borsteltje met gewone synthetische haartjes, zeg maar, niet zo'n kunststofborsteltje. Ik vind hem niet heel slecht. Is het mijn nieuwe favoriet? Dat niet, denk ik. Maar ik vind hem niet heel slecht. Even een klein luchtje opdoen. Dit is de Chanel Gabrielle. Niet dat ik geen hele luchtjes heb hoor, maar ik heb een heleboel van dit soort dingen. Dus die ben ik gewoon aan het opmaken. En ik dacht, ik doe mijn haar los vandaag. Zo. Zo zie ik eruit met los haar. Ja, dat is ook een keer wat hè. Wat vind ik ervan? Nou ja, het is glowy. Het is niet te. Ik ga niet ook nog mijn super dewy spray op doen, want dan wordt het echt een beetje te. Hier zie ik vooral heel erg, goh, zweetje, beetje dat idee.
Maar ja, ik ben er wel tevreden mee. Op de verpakking na. Dat vind ik gewoon jammer. Maar goed. Bedankt voor het kijken naar mijn hobby YouTube kanaal. Misschien heb je al meegedaan met make-up. Altijd leuk. Like en subscribe. Ja, meer ga ik niet zeggen. Want ik heb geen miljoen volgers die comments gaan achterlaten en zo. Doe dit gewoon voor de leuk. Omdat ik van make-up hou. Ik ben een meisje. Ik hou van make-up. Ik hou van oorbelletjes. Ik hou niet van bling. Maar ik hou wel van er netjes en verzorgd en leuk uitzien. Ondanks dat ik niet de standaard maten heb. Ja, kijk. Ik ga aan de dag beginnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.